Stop whatever the hell you're doing! Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSB Evil en more. En vandaag ga ik op pad met deze T6. Ik mag die vandaag beta gaan testen. Hij is van het ministerie van Mods, hij is dus nog niet af, betekent dat eigenlijk. Maar ja, ik mag hem dus toch wel testen. En wil jij dat nou ook, dan kan dat. Dan kun je via de link in de beschrijving naar de ministerie van Mods Discord. En dan kun jij, zo heet dat, Patreon worden. En je ziet, je kunt daar precies op vinden op de Discord hoe je de Patreon wordt. Nou, wat houdt het in? Dan betaal je een bepaald bedrag per maand. Een standaard bedrag. Of ja, er zijn meerdere verschillende bedragen, zeg maar je kunt kiezen. En dan krijg je bijvoorbeeld sowieso wel early access tot bepaalde bestanden. Dus tot bepaalde voertuigen, zoals deze T6 nu in dit geval. Maar nog meer voertuigen dat ik weet. En je kunt al zien, ja, de WIP foto's noemen ze maar even. Die gaan we aannemen, ik weet niet wat het is. Even luisteren. Oké, prioriteit 2 gaan we zo meteen heen. Maar ja, daar kun je dus ook al foto's zien van hun progressie. Dus dat kun je in ieder geval, ja, daar kun je vandaag, of daar kunnen jullie vandaag deze T6 zien. En via de Discord in de beschrijving kunnen jullie dus kijken hoe jullie dat zelf ook, hoe jullie hem zelf ook kunnen krijgen. Daarbij heb ik al voertuigcontrole en zo gedaan. Die komt zo meteen in beeld en dan gaan wij meteen, nee, jij gaat niet achterin stappen. Dat wil ik niet. Naar een melding van een, ja, overlast denk ik. Ik weet niet precies wat het is. Maar dit is hem dus, we gaan hem zo meteen, of jullie zien hem zo meteen nog wel tijdens de voertuigcontrole. En achterin ga ik zo meteen wel even nog even de moeite voor doen om dat te laten zien. Of dat kunnen we nu al even doen, dus door mijn prio 2. Kijk eens. Want dit is gemaakt door onze grote vriend Wander. En hij doet het wel super vet. Het is gewoon ja, super tof, moet je kijken hier. Mooie kist, kast, noem maar op, noem maar hoe je het wil noemen. Ja, en gewoon de rest ook, de pitjes en zo. Het ziet er allemaal super uit, binnen ook. En wat wilde ik nou nog zeggen? Ja, gesproken over, als we het toch over Wander hebben. Jullie kennen Wander natuurlijk allemaal van de verkeerslichten en verkeersborden tegenwoordig. En ik heb een update van Wander mogen ontvangen. En ik denk dat inmiddels alles wel is geüpdate, bijna dan. Zoals je de Nederlandse verkeerslichten dus voor mij ziet. Zelfs als we goed kijken, zie je ook een pijl naar rechts nu. Dus voor rechtsaf is ook echt gewoon een pijl geworden, zoals je hier ziet. Dus dat is wel super tof. Ja, en ook die kun je krijgen. Wander is te vinden via een link ook weer in de beschrijving. Die kun je dus bij hem verkrijgen, deze verkeerslichten en verkeersborden. Daarbij weet ik dat ook zo is dat als hij nog een update uitbrengt, dat je die ook gewoon krijgt van hem. En het is zelfs zo dat... wat wou ik nou zeggen? Ik weet niet meer wat ik daarbij nog wil zeggen. In ieder geval, je kunt ze dus via hem krijgen. Link in de beschrijving. Ja, wat het wel is, je kunt hem ook vinden via bijvoorbeeld mijn Discord of via die Discord van het ministerie van Mods. Ik weet dat hij inmiddels de verkeersbordenjongen heet, geloof ik. Dat hij zoiets in die richting heet. Hij is in ieder geval staf op mijn... Oh, daar heb je geluk, vriend. Hij is in ieder geval staf op mijn Discord, dus daar kun je wel van herkennen. We gaan hier eens kijken wat is hier precies allemaal aan de hand. We hebben nog geen stopbord trouwens op deze zitten. Die gast zit hier gewoon lekker te pissen hier. De gek. Nou, dat hoeven we niet te zien in ieder geval. Goedendag meneer. Fuck off, just leave me alone. Hij luistert, daar wil je meteen aangaan, hè. Ik wil bij deze een identiteitskaart zien van je. Hij zegt niet meer dan fuck off, just leave me alone. Voordat we deze een geldig identiteitsbewijs, dankjewel. Ben je dood? Nee, ik ben niet dood. Dat is mooi. Goed. Hey, kom even. Ga even met mij mee naar de stoep. Dat is iets veiliger. Waar is mijn collega heen? Ah, daar komt hij.
Jongen, jongen, wat is verkeer allemaal raar aan doen. Luister eens, grote vriend van me. Je krijgt van mij een bekeuring. Voor... of ja, wat was je aan het doen? Ik weet niet of je daarop antwoordt. Het gaat je helemaal niks aan, zegt hij. Ja, goed. Maar mama zei, je krijgt in ieder geval bekeuring voor het wildplassen. En de belediging en zo, daar laat ik dan maar er even bij. Die krijg je in ieder geval thuisgestuurd. Ik kan zo te zien geen bekeuring uitdelen. Dus ik geef hem een waarschuwing en dan mag hij ze weg gaan vervolgen. Ja, gedraag je een beetje. Fijne dag verder. Dan gaan we door. Er zit dus nog geen stopbord op wat ik al zei. Ja, en de koppel, die had ik, ik weet niet of ik dat nou net had gezegd. Ik heb namelijk natuurlijk mijn spullen, GoPro, kogelwerende vesten en zo moeten verwijderen. En daarbij heb ik dus wel gevraagd aan jullie van, hey, hebben jullie toevallig dan weer een mooie koppel voor me? Die heb ik nu gekregen van Daan. De Daan die mij ook de ambu-uniform heeft gegeven. Nou, zoals je ziet, ziet er wel tof uit. Met een Spura, portofoon, pepperspray en handboeien achter. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. En wapenstok natuurlijk. We've got citizens reporting an attempted homicide in Rockford Hill. Oké, goed. We gaan omhangen, zo te horen. Dan krijg je een melding van een mogelijke poging doodslag, poging tot moord. Dus dan gaan we even snel heen. Ja, ik ga het kijken goed hier. Hij staat mogelijk hier dus op het dak. Nou, daar staat hij met een sniper zitten zien. Even kijken. Hey, politie, laat vallen de wapen. Leg dat wapen neer, luisteren, neerleggen en meewerken. Heel goed. Op knieën. Zijn vuurwapens opgericht. Bij elke dag de wing wordt er geschoten. Luisteren. Eenmaal aanhouding. Nou ja, niet te vroeg zeggen trouwens. You're under arrest, you piece of crap. Sniper heb ik. Goed, jij gaat met ons mee. Mijn collega heeft geen steek dan wel kogelwerend vest aan, dat is wel redelijk gevaarlijk. En ik krijg hem niet mee zo te zien. Kijk eens, zo doen we dat. Mijn collega doet er iets minder snel over. Maar goed, de baan is uit, ik zit er vast. Ah, daar is hij toch wel. Gaat ook redelijk snel. Ja joh, neem de tijd. Oh ja, nee, dat kan zeker ook. En dat mag zeker ook. Dit is trouwens de T5 van MVM, ministerie van Mots. Dit is een T6, dat is een T5. Je ziet het verschil vooral aan de voorkant. We gaan naar een collega die assistentie vraagt bij een verkeers... bij een staande houding van een voertuig. En daar gaan we wel even met snelheid naartoe, want het wordt... die zag ik over het hoofd, maar ik ben op tijd gaan remmen. En even blauw opgooien. Dit vind ik toch zo'n rot gebied om te rijden, hè?
Omdat je continu moet sturen. En met mijn stuur is dat redelijk vervelend. Linksvrij. Dit is trouwens een nieuwe B-klasse die binnenkort ook te zien is. Deze is van Anomods en Sys Games Ido. Hoi. Howdy. De persoon hier voor ons was helemaal aan het slingeren, joh. Ik zag hem en ik heb hem aan de kant gezet. Ik ga even kijken wat aan de hand is. Blijf even in de buurt als je wilt. Ga eens luisteren. Hè. Zullen we een blaastestje moeten afnemen? Ik moet alleen even juist de ILS configs nog fixen. We need backup. We need backup, oh is het zo? Vertel. Ik kon duidelijk alcohol ruiken, maar ik heb geen blaasanalyse ding bij me. Kun je dat even doen voor me? Ja, tuurlijk. Ja. Als die over het lumine is, mag je maar arresteren. Uiteraard ga ik ze doen, hoi juju. Goedendag meneer, ik ben Wim, politie. Mag ik even blazen voor mij? U wilt niet meewerken, dan proberen we nog een keer. U mag even blazen voor mij tot ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. U wilt nog niet meewerken, probeer de laatste keer, anders wordt er sowieso aangehouden, wordt het bloed afgenomen op het bureau. En dan wordt u de hoogste straf vastgelegd, aangelegd, opgelegd en dat is gewoon... invordering rijbewijs. 3 maal is weigeren, is aanhouden. Mag uitstappen. Ik ben dus aangehouden voor verdenking rijden onder invloed of zoiets. Niet te onverplicht en niet meewerken aan een vordering van agenten. Dat sowieso. Voertuig gaat mee met ons. Jij gaat mee met ons. Even kijken. Nee, niet meekomen jij. Nee, we gaan niet rijden. Wat gaan we nou doen? Wat gaan we nou doen? Wat is dit allemaal? Woi, joe. Ja, helemaal loco fout hier. Oh ja, en daar gaan we. Oh shit. Heeft hij mij neergeschoten? Of was dat mijn eigen wapen? Er gebeurde iets raars. Tot zo. En we gaan maar even full YOLO helemaal alleen naar een overval, een mogelijke overval van een winkel. We hebben de kogel weer in de vesten aangetrokken. Ik zeg altijd we, maar dat bedoel natuurlijk mee alleen Wim in dit geval gaan aan de kantje. Kijk trouwens. Nee, die nog niet. Laatst zag ik, ook een, of voor mijn gevoel, zag ik ook de, hoe heet het, de voetgangers lichten aangepast door Wander. Hier trouwens dit soort bordjes, hè. Hier, ik weet niet of deze nou wel is aangepast. Ik denk het niet. Wacht even tot ze rood krijgen. Als deze nou rood, een rood poppetje is. Nee, ja, ik weet niet of die is zijn aangepast. Ook hier weer, hè. Dit bord, ik geloof. Ik heb mijn rijbewijs, maar dit is geloof dat je niet mag draaien. Daar ook. Hier borden dat je niet de snelweg op mag. Hier, deze zijn nog niet aangepast, maar nogmaals, hè, als je dus deze verkeersborden bij Wander krijgt, of via Wander krijgt, krijg je gewoon een update toegestuurd als je een update maakt. Dus dat kan allemaal goed. Wat hebben we hier? Een gevaardriek hier tot een voetgangersgebied is. En nogmaals, de pijlen naar rechts en de pijlen naar links, dat is allemaal wel super tof. Ja, dus dit allemaal heb ik dit nog eens laten zien. Dat is nu hier naar rechts. Nu hier naar links. Blauw gaat uit. Schoten gelost, schoten gelost. Daar gaan ze, daar gaan ze. Oh shit, daar gaan ze. Wow, 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 ik bestuurder wel neer heb. Nee, de bestuurder niet. Shit, 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 shit. Wie gaan we pakken? Wie gaan we pakken? Wie gaan we pakken? Deze mannetjes hier.
vol aangereden. De gek. Handen laten zien, handen laten zien. Waar ben je? Handen omhoog. Omhoog die handen. Meewerken. Meewerken. Kom op. Meewerken. Vuurwapen laten vallen. Komen die gekken nou weer? Hey, staan blijven. Ik probeer ze gewoon even. Jij bent aangehouden. Er zijn achtervolging, meerdere voertuigen en personen. Hoi collega's, jij zet hem wel heel mooi bij mij neer. Dat is heel fijn. Pak ze. Totale chaos hier. Nee, waar ga ik nou heen? Ik wil gewoon instappen. Oh, de collega's zitten daar ook te schieten. Totale chaos, jongen. Collega's zitten hier achter iemand aan. Ik hoef die ambu nog niet. Oh, ik crash. Jammer, joh. Dit was wel een vette melding als dit helemaal was afgehandeld. Maar wij hadden ze gewoon te pakken. Wij handelen die shit af. Wij zijn gewoon super. Tot zo.